Welkom bij de Weekvlog, een serie op mijn kanaal waarin ik zo open en eerlijk mogelijk met jullie probeer te zijn. Het is een soort van open kaart met Robert Rodenburg, maar dan zonder Robert Rodenburg. En het eerste wat wij deze week gaan doen, en dat helemaal in het thema past van mezelf open en blootgeven, is mijn ballen scheren. Hele belangrijke bankzittersopnames vandaag. Oké, dus jullie doen mee met de casting couch vandaag. Ja, zeker. Is dit jullie eerste keer of niet? Mijn derde persoonlijk. Ja. Ik ben ondervader, dus voor mij eerste keer ben ik gespannen. Oké, nou jullie mogen dus één van ons vijf uitkiezen. En daar doen jullie de casting mee. Is het heel verkeerd dat ik dit als vertrouwenspersoon inleid? Wim was op vakantie en heeft een souvenirtje meegenomen. Kijk eens, Icardi. Wat goed zeg. Is dat fantastisch? Ja, die kan ik niet laten liggen. Wat goed. Dat is een mooi systeem altijd, als je dan dat vasthoudt en dat het hoofd dan gaat schudden. Koen, ja. Wat is je favoriete bedrijf? Ik ben goed. Dat hadden u echt niet verwacht. Mensen, haal je te goed kaarten bij ikwordtegoed. Bel te goed ook te koop, betaalkaarten, alles. Spaarverkorting op ikwordtegoed.nl. Lekker kopen. We zijn klaar met de opnames. Dan zou je denken, lekker naar huis. Maar nee, nog meer opnames. Waar zeg ik niet, want dan verklap ik de bankzittersvideo. Dus ik ga ook niet heel veel verder dingen laten zien. Abonneer maar op bankzitters, dan zie je het. We gaan bij Milo slapen. Dan heb ik het toch verklapt. Gisteren was een lange dag. Veel opnames. Bij Milo geslapen is uiteindelijk. Vanochtend vroeg eruit, ook weer opnames. En nu ben ik gewoon helemaal kapot. We zijn gebroken. Dus is het tijd voor een lekker avondje voetbal op de bank met een Arab nieuwe smaak Sweet Coconut en mijn andere mannetje. Gewoon een mannenavond. Hey vriendje. Hallo. Zeg eens hoi. Hij is binnenkort bijna 1 jaar. Niet te geloven dat we hem al zo lang hebben. Het is mooi hoe snel ze opgroeien. Ik weet niet dat hij zo klein was. En met de Champions League lekker op tv kan ik jullie vertellen waarom ik dan wat rustiger aan het doen ben. Volgende week gaan we op reis met de bankzitters. Waarheen mag ik nog niet zeggen? Hoe lang mag ik nog niet zeggen? Waarom mag ik al helemaal niet zeggen? Maar het is wel ongelooflijk ziek. En ik moet daarom wat rustiger aan doen. Want ik wil niet dat ik ziek, zwak, misselijk ben als we daarheen gaan. En ik ben natuurlijk een oude man en ik trek dat allemaal niet meer. Is wat je als grapje zou kunnen maken. Maar de mensen die mij misschien al wat langer kijken, die weten ik heb een hersenaandoening. Ik heb clusterhoofdpijn. En dan heb je dus bepaalde periodes van het jaar heel veel pijn in je hoofd. En om dat niet te hebben als wij op reis moeten, dat ik dan niet mee kan, ben ik weer een aantal van mijn oude gewoontes erbij aan het halen. Zoals bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Dat deed ik vroeger ook nooit toen ik nog niet 18 was. Ja. Ook ben ik weer elke dag een half uur aan het mediteren, waar ik ook een keer een video over heb gemaakt. Fantastisch om dat weer eventjes goed te doen. En dat helpt me echt enorm. En voor de rest gewoon goed op mezelf letten. En oh mensen, doe dat nou zelf ook. Let gewoon goed op jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Jij moet als eerst goed op jezelf letten en dan pas op andere mensen. En een gat in mijn plafond nog steeds. Ik ben er nog niet aan toegekomen om dat te maken. Dus daarom vanavond gewoon een lekker rustig mannenavondje met z'n tweeën. Oh, we hebben er allebei ongelooflijk veel zin in. Niet alleen ik, maar iemand anders zit hier ook heel erg op te wachten. En dan kunnen we morgen weer... Hij is ook aan het vloggen. Dan kunnen we morgen weer een hele leuke dag met z'n allen beleven. Mijn baard is echt heel lang nu. Echt heel lang. Hij is wel eens korter geweest, maar hij is nu heel lang. Maar ik weet niet of ik hem lang moet houden of dat ik hem korter moet maken. En ik denk dat ik dat niet alleen aan jullie nu moet vragen, maar ook aan iemand die er echt verstand van heeft. Iemand die zelf ook een flinke baard heeft. Ik wilde even een expert raadplegen. Nou, dan zit je sowieso goed. Ik heb namelijk een vraag. Oké. Is mijn baard te lang zo? Ken jij iemand die daar verstand van heeft? Emmer. Yo. Ik heb een belangrijke vraag. Wat is de belangrijke vraag? Is mijn baard te lang? Oeh. Nee bro, hij is prachtig. Maar mag ik hem wel even aanraken? Nee. Ja, natuurlijk. Ja? Zo. Emmer heeft bij ons de studio's helemaal gepimpt. Dat komt binnenkort online op zijn kanaal. Dus check het. De bankzittersstudio's heb ik het ook. Een van mijn 9 lievelingscollega's, Hanes, die gaat vrijdag naar een wedstrijd toe. Schalke tegen? Hoffenheim. Oh, wat een affiche. Oh, wat een affiche. En wat heb ik nou hier? Boom! Boom! Kom maar, sportkleur! Kom maar, Schalke! Dit is het 2000-2001 shirtje van Schalke. Ja, het was en dan ben je dus. Nee, precies. Dit is nog. Pre-Han is dit. En dit is, als je hiermee aankomt daar bij de harde kern van Schalke. Ja, dan word ik gerespecteerd. Ja, Gelsenkirchen op z'n kop hoor. Ja, inderdaad. Mensen, als ik het stadion in loop, mensen klappen. Voor mij. Ja, dat is echt niet normaal. Daar komt nu een filmpje van in beeld. Oké, dat is goed. Mensen, we zijn in Schalke. Het shirtje is aan. Victoria Gelsenkirchen, jongen. Even kijken hoe het publiek reageert. Ik ben hier bij Schalke. Kom op, kom op! Ik ben al de hele dag zenuwachtig voor Barça-Inter. De returnwedstrijd van de Champions League. Als Inter wint, hele grote kans dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Forza Inter! Inter!
Iter, olé, 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 Iter, Iter. Boom! Kom op! Fuck yes! Boom! Onana, lange bal, Otaro in één keer op grootte. Boom! Ah, hoeren. Ah, het is 3-3 en ik weet zeker dat... Oh, Sven, knip het er maar in. Oh. Gelijkspel. Yeah, prima. Ja, yeah. Groen, man. Oh. Oh, wat een pot. Nieuwe morgen, nieuwe kansen. Ik begin de dag met eventjes een kleine switch, een kleine change. Ik ga namelijk even een lekkere guava pot op mijn air-up stoppen. Kijk, daar is hij hoor. En dan doe ik die kokosnootpot gewoon even in het bakje van de guava. En dan kan de rood naar terug wisselen. Hij is niet geactiveerd, dan drink je gewoon water zonder een geurtje. Oeh, gravy. Lekker. Heerlijk. Jullie weten het waarschijnlijk al, maar Airup is dus een waterfles waar je een geurpot op knalt. En die kan je dan omhoog schuiven en dan activeer je hem. En dan komt er wat van de geur van die geurpot bij je water. En zo lijkt het alsof je water een smaakje heeft, terwijl het eigenlijk een geur heeft. En dan heb je dus allemaal verschillende pots, zodat je de hele tijd je smaakjes kan wisselen. En ik heb nu een van de nieuwe smaken. Gravy. Die drink uit de stalen. En speciaal voor de weekvlog en omdat het bijna Halloween is, is de kortingscode voor alles van het assortiment van Airup flespompoen. Tel uit je winst! Ik ga jullie wat leren. Als mensen online zeggen, ik krijg wel eens de vraag, dan hebben ze dus misschien ooit één keer, maar waarschijnlijk nooit die vraag gehad. Het is gewoon alleen om een bepaalde scène in te leiden. Zoals een vrouwelijke influencer die zegt, ik krijg wel eens de vraag waar ik deze jas heb gekocht. Dat krijg je niet. Je wordt gesponsord door de Sara. Dus stel je voor om je gesponsorde post zo te beginnen. Ik krijg wel eens de vraag, Raoul, die video's die je allemaal maakt, waarom doe je dat? En dan zeg ik, nou, ik wil video's maken die ik leuk vind, waar ik dingen van leer en waarin ik mezelf uitdaag. En dan heb ik dus nog nooit de vervolgvraag gekregen, maar ik ga wel doen alsof nu. Oh, wat leuk, maar wat leer je dan allemaal? Nou, ik heb laatst geleerd dat benzine dus heel duur is, maar dat ik toch liever met de auto ga dan met de trein. Maar het allerbeste wat ik heb geleerd is dat ik nu precies weet hoe mijn lichaam werkt. Door alle challenges met slapen, eten, sporten, noem het maar op, heb ik heel veel dingen geleerd over mijn lichaam. En een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, is mijn weight loss journey. Ik ben er dus achter gekomen, lieve mensen, dat op het moment dat jij wil afvallen, dat dan twee dingen belangrijk zijn. 1. Wat eet je? En 2. Hoeveel eet je? Dit is natuurlijk een open deur, vandaar dat ik met jou vraag. Ik wilde dus afvallen en toen ben ik gaan kijken wat ik eet op een dag, hoeveel ik nodig heb op een dag en voornamelijk hoeveel calorieën erin zitten. En toen ben ik de grens op gaan zoeken bij hoeveel calorieën ik niet aankom. En dat bleek dus bij mij rond de 2300 calorieën te zitten. Op het moment dat ik 2300 calorieën eten, bleef ik hetzelfde gewicht. En natuurlijk geldt het niet voor iedereen, want niet iedereen zal evenveel calorieën verliezen. Sommige mensen die kunnen niet bewegen of moeten veel eten of zitten niet lekker in hun vel of slikken medicatie. Binder dan dat. Maar toen ik erachter kwam hoeveel calorieën ik dus verbrandde op een dag, kon ik 2 dingen doen. 1. Ik kon minder eten en daarmee dus minder calorieën binnennemen en afvallen. Of 2. Piep, bap, boep. Een koekje. Ik kon evenveel blijven eten en misschien zelfs meer. En dan sporten, waardoor je calorieën verbrandt en alsnog eronder kwam. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Ik ben nu al 8 kilo kwijt of zo in een half jaar. Maar het gaat waarschijnlijk niet voor iedereen even goed. En het is dedication. Geen alcohol drinken helpt ook heel erg. Maar dat is dus voor andere redenen. De opnames zijn goed gegaan. Ik hoef niks meer te doen vandaag. Behalve ons PSV en ons Feyenoord kijken. En ik heb een afspraak bij iemand die mijn hoofd gaat masseren, zodat ik daar minder last van heb. Ik ben naar de sportschool geweest. Dan ga ik nu even douchen. Hoek aan. Ik dacht toch niet dat ik echt ging douchen. En daarna ga ik naar de kapper toe. Oh, kijk hoe fresh je boy eruit ziet. Boom. Nu ga ik naar onze hoofdstad toe, want er is namelijk een winkel waar ik soms voetbalshirts koop. Je hebt er een aantal. Een daarvan zit in Nederland. Dat is specialvoetbalshirts.nl. Die hebben een pop-up store in Amsterdam. En wie ben ik om daar niet even langs te gaan en een vers retro voetbalshirtje op te halen? Ik heb er al één uitgekozen en ik kan niet beloven dat ik er niet meer dan één koop. Wat ik ook nog moet doen is voor volgende week, waar ik zei waar wij druk mee bezig zijn, waar ik nog niks over mag vertellen. Dan moet ik ook nog wat dingen verhalen in de stad. En daar kom ik ook mijn vriendin tegen, want die is daar. Dus shoplog! Oh, Martijn. Waar kunnen mensen naartoe nu nog? Je kan ook naar de Prinsengracht komen, nog 2 dagen. Ja, ik denk dat deze video dan al te laat is. Maar ik heb net al shout-out gedaan naar specialvoetbalshirts.nl. .com. Ja, internationaal. .com. Internationaal. Ik heb deze van Parma en eentje van Blackburn Rovers. Ik was denk ik een jaar of 16 en toen dacht ik, ik moet ook een club hebben uit de Premier League die ik moet supporten. En toen dacht ik, Blackburn Rovers. Die hadden Pedersen en allemaal andere spelers. Daar was ik fan van. Ja, weet niet, ik vond Blackburn. Het moest altijd een beetje alternatief zijn. En toen dat jaar degradeerde. En sindsdien zijn ze nooit meer in de Premier League gekomen. Goed verhaal. Ik heb een shirt aan en ik zit al 5 minuten in de spiegel te kijken, want ik weet niet of ik het nou leuk vind of niet. Wat ik een beetje heb is... We just got a letter. We just got a letter. We
We just got a letter. I wonder where it's from. Ik heb een beetje Blues Clues vibes hiermee. Ik denk dat ik hem niet ga kopen. Het is inmiddels zaterdagavond en ik ben op het bankzitterskantoor, want we hebben vanavond een optreden. Ik ben als eerste, even wachten op de rest en dan gaan wij naar Bode, bij Bathem. Geen idee waar het ligt precies, volgens mij in het oosten, en ik weet vrij zeker in het oosten, een uurtje rijden. En dan gaan we weer de boel op stelten zetten. Yeah! De show was goed en warm en wij gaan nu naar de bus toe. Dat wordt Harris. Het is een huurbus, het maakt niet zo heel veel uit. Heb ik eens eventjes de allerspannendste dag van de hele week bewaard voor het allerlaatste. Jullie geloven nooit wat ik nu aan het doen ben. Ik ben mijn btw-aangifte aan het doen. En de klassico aan het kijken. Ik moet straks op mijn laptop alle bonnetjes, alle uitgaven, alle facturen van de afgelopen maand verzamelen, downloaden, versturen. Ah. Het is altijd zo'n gezeik, maar... Gelukkig heb ik de honeymelon pot op mijn erp geknald. En als ik dit allemaal gedaan heb, ga ik mezelf trakteren op zondagavond met gewoon echt smerig lekker eten. Gewoon vies lekker. Ga ik dat doen. Dikke vette pizza, oele! It's just me, myself and I. Het is zondagavond. Ik begon deze weekvlog zonder shirt. En ik denk, het cirkeltje is mooi rond als ik hem ook zo eindig. Dus ik heb alle wijnglazen uit de buurt weggehaald. En nu is het een mooi moment om mijn vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hallo, ik ben Socrates. Hallo.